Yo mensen van Variety Games, wij zijn nu in de Efteling en we gaan een opdracht uitvoeren. En de opdracht is, ga zoveel mogelijk keer in die attractie. En dan doen we zo prikken zo welke attractie het moet zijn. Zoiets gaan we doen, dus dat wordt kei leuk. Gaan we nou prikken? Nou, hij gaat een hengst aan die kaart geven en ik doe dan mijn ogen dicht en dan doe ik zo. En dan prikt hij of zo en dan is het gewoon lachen. What the fuck? Yo, je moet wel de vierkant. Kut, de trein. Ja, dat kan niet, dus we gaan nog een keer. Oh, hij waait weg. De trein, dat kan niet, dus we gaan een nieuwe trekken. Kan niet. Of reizenrijk. We moeten iets in reizenrijk gaan doen, want daar is mijn vinger, dus... Ja, precies op dit bordje. Ja, dat is wel toevallig eigenlijk, maar ja, dan mogen we dus zelf kiezen, want het is een reisrijk. Welke zullen we doen? Carnaval Festival. Oké, fuck it. Nou mensen, we gaan dit dus een half uur lang doen. En er stond andere, nee, reisrijk. Dus heel misschien gaan we ook nog vogelrokken bijtellen, want het stond, ja, reisrijk. Nou mensen, ik weet niet of dat je kan zien, maar het is 15 uur 17, ja nou 18, dus ja, half uurtje. Wat een zooi hoor. Ik heb er nou al geen zin meer in en we zijn nog niet eens 2 minuten hierin. Hoi, dit kan ook hè. Waarom moet ik blijven zitten? Ja, is goed. Ja, we mochten gewoon blijven zitten. Nou mensen, het is een stukje minder druk als net, maar dat maakt niet uit. Kijk, het is nou zo laat. Dus ja, we zijn weer hier, net ook. Toen ik dat deed, dus zo laat. 15:25. Ja. Nou mensen, 2 rondjes zijn bijna voorbij, dus we gaan nu voor ons 3e rondje. We gaan weer proberen vragen of we mogen blijven zitten, dus kijken of dat lukt. En als het nou niet lukt, dan lopen we op natuurlijk. Vrouw, mogen we nog een keer? Ja, oké. Okay. Het mag. Dat is gehandicapte ingang. Nou mensen, we zijn weer hier. Het is nu 32, we waren begonnen om 15. En ja, het is nu weer een stukje drukker, maar dat maakt niet uit. Oh, dit is echt saai. We zitten nu voor ons 3e rondje. Net als net nog. En we zitten nu bij die kut sneeuwpoppen en de helft doet het niet eens. Dus we gaan nu naar de jungle. Hey. Oké, jongens, we gaan weer vragen of we mogen blijven zitten voor de 3e keer. En kijken wat ze zeggen. Hey, vrouw. Wow. Ja, we blijven zitten. Yes, oké. Okay. Alweer, mooi is dat. Ze hoeven het niet meer. Ja, willen jullie blijven zitten? Ja, dat mag wel hoor. Oké. Okay. Nou mensen, het is nu 1. Ja, 1 voor 40 zeg maar. Dus 39 over 3. En het is weer lekker rustig. We hebben nog steeds blijven zitten. Kijk, want de hele tijd is al karretje 100 voor ons. Ik weet niet wanneer het rijdt hè. Let op hè. Oh. Ja, nou, ik weet niet. Kijk, karretje 100. Dus dadelijk weer als het goed is. Nou jongens, we waren dus om 17 begonnen.
Maar ja, we moeten dus ook dus om 47 eindigen. Het is nu 43. Dus waarschijnlijk moeten wij hierna nog een keer. Kutzooi. Nou mensen, we zijn nu hier en het is nog geen 47, het is 45. Dus ja, we moeten nog een keer. Kutzooi. Mogen we nog een keer? Ja, we gaan zitten. Oké. Nou mensen, het is 47 en we zijn pas hier. Oh kut. Echt kut jongen, moeten we nog een keer voor de ene kutrondje. Nou mensen, zoals jullie misschien wel weer kunnen zien, karretje 100. Dat wij niet stiekem toch wel eruit gaan en dan stiekem dat het weer allemaal fake is. Net als heel YouTube 2016, wij doen gewoon echt. Dus ja, gewoon mooi. Nou mensen, dit is dus het laatste rondje. Hierna gaan we het toch wel echt uit. Ja, eigenlijk niet uit, want we blijven eigenlijk gewoon nog een keer zitten. Want we moeten ook nog een achteruit onrijd opnemen. Dus dat gaan we hier gelijk na doen. Dus dat gaat als goed is ook wel lukken. Zoals ik eerder al zei, de helft van de poppen doen het niet eens. Echt een keer. Oké, we gaan nog een keer. Alleen dit wordt in de achteruit onrijd, dus wordt leuk. Ik zeg wel van, moeten we het nog vragen? Moeten we het nog vragen? Of, Nou, je mag, ja, ik zou het zeker even doen, maar je mag wel blijven zitten hoor. Ja, is goed. We mogen gewoon nog een keer. We vroegen het aan haar, maar maakt niet uit. Nou mensen, de achteruit onride is volgens mij wel gelukt. Het is nu 1 over 4. Dus tot en met zo lang hebben we erin gezeten.